Nog iets meer dan een kwartier heeft Heracles om de gelijkmaker te maken. Hoogma. Kwanza. Jansen. Huscher. Heracles gaat wisselen. Peter Bos gebruikt zijn 3 wissels in 1 keer. Hoogma gaat naar de kant. Hij wordt vervangen door een andere verdediger. Peter Rekers. Wuitens gaat eruit. Voor hem komt de spits Gert-Jan Tameres. Sergio Hellings eruit. En daarvoor komt Sota Hirayama. De topscorer van vorig seizoen, Gert-Jan Tameres. En de nieuwe sensatie uit Japan in Almelo, Sota Hirayama. Kunnen zij nog het verschil gaan maken in het laatste kwartier? Maas. Tameres. Maas. Grujic ruimt op. Maar ADO zakt wel heel vroeg in. Gaan ze dit een kwartier lang volhouden om zo te verdedigen tegen Heracles? Saavedra met de overtreding. Veelal als invaller zijn doelpunten gemaakt. Gert-Jan Tameres. Maar toch clubtopscorer in het kampioensjaar van Heracles. 13 stuks. De vrije trap met Hirayama helemaal vrij. En die komt hem in. Het is toch niet te geloven, Sota Hirayama. Hij staat, nou wat zal het zijn, 2 minuten in het veld. Een fenomeen, ik dacht het wel. Zijn die 12 Japanse journalisten toch niet voor niks naar Den Haag afgereisd? Staat helemaal vrij. Dramatisch gedekt achterin bij Den Haag. Niemand let op die lange Japanner. En die kopt zijn eerste doelpunt in de Eredivisie. En de Japanse vlag niet voor niets meegenomen. Hij wordt zelfs nu al gekust. Peter Bos moest diep in de buidel tasten voor Hirayama. Qua salaris dan vooral. Maar het lijkt er nu al waard. ADO heeft intussen gewisseld. El Akshaoui is in de ploeg gekomen. Voor hem het veld verlaten. Geert den Oude, die niet geheel fit meer leek. Hirayama. Het grootste talent sinds Hidetoshi Nakata, noemen ze hem in Japan. Sinds zijn 14e wordt hij al op de voet gevolgd. En nu lijkt hij in zijn eerste wedstrijd in Nederland ook al meteen door te breken. Rijaard krijgt geel voor de tackle op de Japanner. Gestrekt been en daarvoor staat op zijn minst geel. En in dit geval is dat ook voldoende. Vrije trap op die positie lijkt me oppassen voor ADO. In dit geval gaan er wat minder mensen van Heracles mee, maar toch. El Akshaoui, de nieuwe man, hij in de ploeg dus voor de Oude, zoals gezegd. Hirayama. El Akshaoui. De Vries. Hirayama. Kan die een medespeler bereiken? Nee.
Saavedra. Na het inbrengen van El Akshoui is Eli aan de spits gaan spelen en Stroeven linksbuiten. Grujic. Even de rust bij Doris de Vries. ADO heeft nog 10 minuten. 1-1 thuis tegen Heracles. Dat zal in het Zuiderpark toch niet als een overwinning worden gevierd, lijkt me. Clavan wint en bijna komt het allemaal nog goed. Als er niet wordt opgelet door Rekers, komt het nog goed. Oh, Elia kan nog wel schieten, maar er is al afgefloten. Peter Rekers rekent erop dat Piekenhagen komt en trapt dan zelf volledig over de bal heen. Mag niet mopperen. El Akshoui. Piekenhagen rustig. Wat minder nadrukkelijk aanwezig dan in de eerste helft, Rankovic. Maar zoekt nog veelvuldig de diepte. Maas. Rekers. Geschorst tegen PSV. Werd eigenlijk al nu al in de basis verwacht, maar Bos koos voor dezelfde elf die het zo goed hadden gedaan tegen de landskampioen. Hirayama moet daar weg, anders krijgt hij geel. Er wordt er nog één keer uitgelegd door Blom, wat de gebruiken hier in Nederland zijn. Dat is niet voor de bal gaan staan bij een vrije trap van de tegenstander. Laatste waarschuwing bij de Japanner, hopelijk goed aangekomen. Rijaard. Verhoek. Niks aan de hand. Geen overtreding op Verhoek. Dus kan Heracles eruit komen met Tameris. Huscher. Hij is kopsterk, dat weten we nu. Sota Hirayama. Wie belast zich met zijn bewaking? Lijkt Saavedra te worden. De derde pas. Maar kunnen ze er gevaarlijk uit worden? Dat is vooral de grote vraag. De corner voor Heracles. Daar is de aarzeling bij de Vries die half blijft staan. En ziet, het is Hirayama. Is die over de lijn? Is hij over de lijn? Ja, hij is over de lijn. En het is de tweede treffer van Sota Hirayama. De nieuwe Nakata is aanwezig in Almelo. En in Japan mogen er wat extra bijlagen worden gedrukt bij de kranten. Wat een debuut in de Eredivisie. De Vries komt maar half. Dan wint Tameris. Die krijgt de bal bij die andere invaller. En is het Van de Leegte die de bal niet voor de doellijn weet te weg te trappen. Het is Verhoek die te laat is. Hirayama. Onvoorstelbaar. Niet geheel ongeschonden uit de strijd gekomen. Heeft een bebloede onderlip. Maar de Japanse vlag mag in stok vanavond in Almelo. Raza.
Heracles nog steeds zonder Hirayama. Die wordt langs de zijlijn behandeld. Verhoek intussen met de vrije trap. Maar die is te makkelijk voor Piekenhagen. Hirayama is weer terug. En dus beeft het Zuiderpark. Want hij staat nog geen 10 minuten in het veld. En hij heeft de wedstrijd eigenlijk in zijn eentje een compleet ander gezicht gegeven. Elia. Van der Leegte. Tommy van der Leegte zelf. Nee, zoekt het aan de linkerkant bij Raza. Voorzet. Moet voor Piekenhagen zijn. En is dat ook. Hirayama. Rustig aan de bal. Maas wat minder, maar die bereikt wel nog een medespeler ook. Sluiter. In duel met Rijaard. Rijaard wint het op pure felheid. Op inzet. En dat heeft ADO nu echt even nodig. Even dat tandje erbij. Lakshawi. Raza kan dat niet belopen. Wat een deceptie in het Zuiderpark. De supporters die ADO een uur lang niet best zagen voetballen, maar wel op voorsprong zijn gekomen door de treffer van Den Oude. Zien nu ADO nog steeds niet goed voetballen, maar ook nog eens op een achterstand staan. Dat gaat geel worden nu toch. Ja. Husher deed het al een keer eerder. Hirayama deed het. En Husher krijgt geel voor het te weinig afstand nemen bij een vrije trap van de tegenstander. Dat zijn de regels, dat zijn de instructies voor de scheidsrechters dit seizoen. De Vries. Hirayama. Oeh, op het randje buitenspel. En er net overheen volgens De Vree. Het was echt op het randje hoor. Lakshawi aanname niet goed, maar wel binnengehouden. Elia. Niet tot bij Raza. Heracles mag zelfs ingooien. Tameres. Stroeven. Rijaard. Donderspeech voor Verhoek van Rijaard. Die niet geheel tevreden was, zullen we maar zeggen, met de manier waarop Verhoek die bal teruglegde. Hirayama. Mooi meegegeven hoor aan Husher. Husher heeft ruimte. Er zijn wel wat mensen mee, maar zijn die op tijd? Grujic. Lost het goed op, zo in de voeten van Hirayama. Die is aardig doelgericht, maar legt nu maar een keer af. Geeft ook andere ploegenoten de kans te scoren, zou je zeggen. Tameres zoekt de cornervlag op. Hoe verstandig dat is met Rijaard in de rug, valt nog maar te bezien. Niet zijn beste bal van de avond. Peter Bos, een gouden hand van wisselen, een gouden hand van aankopen zou je ook kunnen zeggen.
met Hirayama. Heracles moet het nog 3 minuten volhouden, want zo lang duurt de extra tijd. El Akshawi van de leegte. Stroeven naar Rijaard. De voorzet gaat naar Elia, maar daar lopen vooral de spelers van ADO elkaar in de weg. El Akshawi wil uithalen, maar komt er niet aan toe. Sluiter? Nee, Grujic. Die een goede indruk maakt centraal achterin met Saavedra. Maar daar koopt ADO heel weinig voor vandaag. Hirayama. Zelf? Waarom niet? Het jongensboek is al geschreven. Daar was een hattrick een misschien nog iets mooier hoofdstuk geweest, maar Bos hoor je niet klagen. Hirayama. Grujic. Anderhalve minuut rest ADO nog om iets te doen aan de achterstand. Maar het geeft achterin zoveel ruimte weg dat Hirayama wellicht op weg kan naar zijn derde. Zota Hirayama gaat lang door en sleept er een hoekschop uit. En dat is een prima resultaat natuurlijk. Want dat levert veel tijdwinst op. Daar is Hirayama weer. Heracles mag gooien. Wat een debuut. Halve minuut nog voor ADO. Maar Heracles houdt vol. Stroeven. Maas. Sluiter. Ook nog eens? Nee. De Vries had zich goed opgesteld en liet zich niet verrassen. Maas. Geen buitenspel voor Hirayama, maar kan er net niet bij.